Minister Yıldız Polat-Biggeli van Buitenlandse Zaken heeft vandaag de Commissie voor Economische en Commerciële Samenwerking, COMSEC, ontvangen. COMSEC is een van de vier vaste commissies van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, OIC, en dient als forum voor multilaterale, economische en commerciële samenwerking in de islamitische wereld. Zowel Suriname, die lid is van de COMSEC, als de organisatie zelf, is het erover eens dat de samenwerking veel beter kan. De komende tijd zullen er daarom projecten worden uitgevoerd in diverse sectoren in Suriname, vertelt minister Polat-Biggeli. En we hebben gezegd, Suriname heeft potentie in landbouw. We hebben de noodzaak voor diversificatie op het gebied van toerisme, ook wat onze economie betreft. We willen meer putten uit wat de organisatie en het lidmaatschap ons te bieden heeft. Dus willen we heel graag dat COMSEC, de directeur-generaal, hier naar Suriname komt. En eigenlijk met zijn team heel gericht aan ons vertelt wat we beter zouden kunnen doen om meer projecten binnen te halen. Hoe ziet de projectfinanciering eruit? Voor 90% wordt op de gebieden waar er identificatie voor is. Nu worden er vanaf volgend jaar toegevoegd renewable energy, industrieontwikkeling en digital economy, hele relevante onderwerpen. En voor deze periode, waarbij de cyclus voor indiening van projecten op 30 september eindigt, dus het bezoek is timely, want we kunnen dan direct de ideeën meenemen. Zullen we kijken naar landbouw, we zullen kijken naar visserij, we zullen kijken naar armoedebestrijding, dus met sociale zaken. We zullen kijken naar financiën voor wat betreft onze aansluiting in de wereld, maar ook lokaal wat we nog nodig hebben aan financiën en projecten op dat gebied. We kijken naar infrastructuur en handelen, industrie en toerisme. Minister Yıldız Polat-Biggeli van Buitenlandse Zaken. De directeur-generaal van de COMSEC Coordination Office, Mehmet Metin Ekir, ging in op de mogelijkheden van Suriname binnen deze organisatie. Me and my colleagues are here to introduce COMSEC activities, instruments available to be utilized by your ministries, public institutions for the development of your country. Also, we are here to learn, of course, about the Surinamese economic development experience, social issues and priorities, as well as the potentials in your country, so that we could think better in ways and means how we can contribute to your country's efforts. So in these 2 days, this consultation, we are hopeful that we will learn from each other. It's a two-way learning experience for us. And so far, as I was telling Your Excellency earlier, we have noticed the rich cultural and social background of your country, and it is I believe an asset for the development of your country. Aldus de directeur-generaal van de COMSEC Coordination Office, Mehmet Metin Ekir, vandaag op het kabinet van minister Yıldız Polat-Biggeli van Buitenlandse Zaken. Samen met zijn team bracht hij een bezoek aan de bewindsvrouw.